Vandaag gaan we kleppen stellen van een BMW, een R850. Maar deze manier van kleppen stellen is gelijk aan 1100 en 1150. En de eerste modellen 1200 totdat het dubbel bovenliggende Nokas model uitkwam in 2010. Het is allemaal hetzelfde. En je hebt ook hetzelfde gereedschap nodig met dezelfde settingen. Wat heb je nodig? Je kan natuurlijk een luxe ding gebruiken als dit. En dan er voorzichtig uittrekken. Of wat natuurlijk ook kan, is een platte veter. Die als het ware via de achterkant zo twee keer omheen legt. En dan zo met een lusje los trekt. Wat ik je altijd aanraad is eerst even proberen te wrikken. Want die rubberen dingen willen nog wel eens vast gaan blijven zitten. Op de boezies. Zeker als je brisk gebruikt. En als je kabel oud is, ja, dan kan die door zo'n trekker natuurlijk wel kapot gaan. En met zo'n veter heb je daar een stuk minder last van. Nou, wat heb je nog meer nodig? Een paar goede voedermaten. Nou, deze heb ik gewoon gekocht voor weinig. Je hebt ook, want je stelt de kleppen per twee. En met gewone voedermaatjes is dat gewoon ontzettend gedoe. En dus geef die paar euro uit en dan koop je gewoon deze dingen. Het voordeel is, deze kan je op alle BMW's gebruiken. Van de A50 tot de 1200. Totdat het dual head model uitkwam. Nokas. Nou, voor de rest wat topsleutels en een steeksled. En voor de rest valt het mee. Nou, je hebt iets nodig voor de olie op de vangst te draaien. Het loopt natuurlijk losdraait. Loopt daar natuurlijk gewoon olie uit. Niet enorm veel, maar wel wat. Dat wil je natuurlijk opvangen. Dat wil je niet laten begonnen komen. Iets voor je knieën te beschermen. Dat is ook wel handig. En dan moet ik zo meteen nog even pakken. Een momentsleutel om de bouten goed aan te draaien. Niet te strak. Anders gaat het kapot. Je kan de pakkingen meerdere keren gebruiken. Al is het natuurlijk wel verstandig om te zeggen van als je een paar keer je kleppen gesteld hebt, vervang gewoon die rubbers, zeg maar om de 3 of 4 keer, 5 keer. Al gelang de leeftijd en het gebruik van je motor. Iemand die 5.000-6.000 per jaar rijdt en je de kleppen gewoon stelt, het hoeft eigenlijk niet, maar je doet het toch omdat de volgende keer dat je dan doet het wel te lang is. Ja, dan heb je ook heel ander dan iemand die gewoon 20.000 per jaar poft met zijn motor. Dus, dan gaan we nu zo meteen beginnen. Ik ga zo meteen de klepdeksel los, dus gewoon los in blootjes. Verstandig is om dat ook kruiselijk los te halen. Eerst die, dan die, dan die. Zodat de krachten ook evenredig worden losgelaten. En met monteren is het natuurlijk net zo, hè. Eerst de ene aan, dan die, dan kruislinks met de momentsleutel. Dat is wel even een adviesje. Wat ik even vergeten ben, voordat je de klepdeksel eraf haalt, is het wel even verstandig dat je even met een fietspomp, als je boezendop los hebt, even uitblaast. Want er zitten allerlei openingen in en er kan natuurlijk allerlei straatvuil en andere shit in zitten. En die wil je natuurlijk ook een keer kwijt. Dus dat is wel even een dingetje. Wat heb ik nou gedaan? Normaal haal je het zwarte deksel aan de voorkant eraf. Om bij de riem te komen, maar die is de vorige keer al gedaan. Normaal haal je deze allemaal los. Doe ik nou niet. Ik heb het anders gedaan. Ik heb hem gewoon in zijn 6 gezet. En dan ga ik gewoon zo met mijn knie. Druk hem iets omhoog. De andere hand die hou ik hier op. Terwijl ik dan het achterwiel draai en tot hij in het bovenste dode punt staat. Dan weet ik ook dat hij vrij staat. En dan kan ik de kleppen gaan controleren. Wat natuurlijk ook even een dingetje is. Ja, dit zijn de inlaatkleppen. Dat zijn de uitlaatkleppen. Als je motor wat ouder is, moet je kijken of deze speling niet te groot is. Met een motor van deze kilometerstand ben ik daar niet zo heel erg bang voor. Want dan zou je hiermee aan de gang moeten. Maar dan praat je echt over de hele hoge kilometerstanden hoor, in de regel dat je zoiets hebt. Dus dan staat hij in het bovenste dode punt. Ik ga die schroeven draaien weg. Pak de voelenmaten. En dan gaan we kijken hoeveel de speling is. Oké. 0,15 mm aan de ene kant aan de inlaat. 0,30 aan de uitlaatkant. En ze moeten er vrij makkelijk doorheen gaan. Je moet wel iets van een weerstand voelen. En ze moeten net zoals deze net niet naar beneden zakken.
kan dus eigenlijk stellen dat de bovenste klep, daar hoef ik helemaal niks aan te doen. Deze zou een heel klein beetje strakker moeten. En deze zou ook ietsje strakker mogen. Maar ja, dat heeft te maken, ik heb natuurlijk nu maar een kilometer of 6.000, 7.000 sinds de vorige keer gereden. En ik ben een vrij rustige rijder, dus ja, dan verloopt het natuurlijk heel minder anders dan iemand die bij wijze van spreken regelmatig 160 op de snelweg 2 uur lang richting Zuid-Duitsland tuft. Dat heb ik nu dus niet. Nou, dat ga je als het ware doen. Dit is de Borgmoer en dit is de verstel waarmee versteld. Een klein inbusje, sleuteltje erop, losdraaien, een beetje aandraaien, vastdraaien en weer aanvoelen. Net zolang tot hij zo zit, zoals deze klep, dat je een weerstand voelt, maar niet te veel. En dan ben je eigenlijk klaar. Het stelt allemaal helemaal niet zo voor. Nou kan ik helaas niet stellen en filmen tegelijk. Dat lukt me nog steeds niet. Dus zet de camera even aan de kant zometeen. Nou, deze is dus prima. Hier gaan we dus niks aan doen. Maar deze mag eigenlijk wel ietsje strakker. Nou, wat doen we dan? Wat zijn we de... Zo. Daar iets los en dan kan ik de binnenste ietsjes verdraaien. En dan doe ik hem zo. Kijk, nou is hij al ietsje strakker. Maar ik wil eigenlijk dat hij nog ietsje strakker wordt. Dus draai ik hem weer los. Draai ik het boutje ietsjes in. En dan moet je wel weerstand houden, want zodra je de moer vastdraait, dan wil de binnenkant ook meedraaien. Dus je moet een beetje weerstand houden. Nou, je moet het misschien een paar keer doen, eer dat hij echt goed is. En deze is goed. Nog een beetje strakker. Maar het begint nog beter te worden. En wat het belangrijkste is bij die boxers, een kleine afwijking is niet erg, als die afwijking maar aan beide kanten gelijk is, want dan ja, loopt die gewoon minder mooi. Dus deze is nou even een stukje strakker, want zo. Zo. Ja, zo is het goed. Ga ik naar de andere kant toe. Hetzelfde spelletje. Boutje los. Zo, klaar. Dit is ook nog een beetje strakker. En eigenlijk kan ik dit beter zo doen, want nu kan ik met mijn handen hier tegen, kan je heel lelijk aan ophalen. Maar goed, ik ben... Heel simpel eigenlijk. Kleppen stellen is in principe nog geen 10 minuten klusje. De latere modelletjes die hebben een ander systeem. Dan moet je, als je de dubbele knock-ups modellen neemt, dan moet je als het ware de bolletjes onder de dingen eruit halen. Sleepampjes loshalen, heel gedoe. Die bolletjes moet je dan weer halen. En dit is gewoon stelboutje, stelmoertje. Heel oud systeem, werkt prima. Nadeel is, het verloopt wel natuurlijk ietsjes meer dan de andere systemen, maar het is ook bijna, je hebt ook geen materialen nodig. En zo is het eigenlijk heel simpel. Nou, straks draai ik ook weer een nieuwe schone boezie erin. De boezie is nog niet echt versleten, maar ik wil een ander type boezie wil ik erin hebben. En dan is het eigenlijk het klusje eigenlijk klaar. Goed, de kleppen zijn ook gesteld. En weerskanten, dat is ongeveer dezelfde weerstand hebben als je de voelematen er doorheen gaat. Bij boxen is dat heel belangrijk, want dat kan ja, toch zorgen dat hij niet helemaal 100% gelijkmatig loopt. Goed, één keer per jaar de kleppen stellen, zo'n beetje. Of je moet heel veel rijden. Kijk, dit is een beetje twijfelgeval. Voor het mooie kon ik ze nog een beetje bijstellen. Een echte afwijking heb ik niet gezien, behalve het één uitlaatklep toch wel wat aan de strakke kant stond, terwijl die andere eigenlijk nog best goed was aan de andere kant van de motor. Als je alles gedaan hebt, dan maak je de pasvlakken schoon. Van de klepdeksel alvast. De klepdeksels had ik al schoongemaakt. En dan gaan we beginnen aan de boezies. Deze boezie haalde ik eruit. Nou, die is helemaal niet versleten. Die is nog eigenlijk prima. Maar goed, eigenlijk, je kunt zien dat de verbranding heel mooi is. Mooi van kleur. Maar eigenlijk wil ik een ander type boezie hebben. Mijn ervaring is dat die boxertjes toch wel met die brisk dingen iridium
dat net even wat mooier kunnen lopen. En wat ook een voordeel is, deze gaat ook gewoon 3-4 keer zo lang mee als die andere. En met andere woorden, deze draai ik er nou in en die zullen waarschijnlijk, zolang ik de motor heb, zullen ze wel dienst kunnen blijven doen. Een 850 is dat betreft wat minder kritisch dan de 1100 en de 1150. Hè, die met constant varenroeken dat gedoe. Ja, dat die schokt. Als je constant de snelheid rijdt met een lage belasting, dan heeft de 58 al sowieso al heel veel minder last van. Het is op te lossen met goede afstellen. En dan kunnen die boosties, die briskboosties daar een positieve bijdrage geven. Maar ja goed, ik denk dat draai ze overal in, dan draai ik ze hier ook in. En ze gaan langer mee. Maar wat je ziet, ik heb er een heel minimaal likje koperslik op gedaan. Want ik hou niet van om droge schroefdraad met een droge boosie. Dat wil ik gewoon niet. Want ja, ik wil de draad gewoon goed blijft. Hè. Olie moet je niet doen, want olie dat verbrandt. Dan krijg je zware koolstofafzetting in die verbrande draden. En dan wordt dat is ook niet zo'n goed idee. En het koperslik, dat blijft wel vrij goed zitten, is mijn ervaring. Nou ja, goed, de boosies altijd met de hand erin draaien. Nou gaat het bij deze motor, gaat dat niet. Oh, de slim zit erin. Maar dan draai ik hem gewoon met de dop, met de hand erin. Dan voel je onmiddellijk of hij recht gaat of niet. Dat voel je dan onmiddellijk. Heel voorzichtig aandraaien. Ik zal zo meteen wel eventjes inzetten welke koppels je moet gebruiken. Voor het klepdeksel en voor de boosies. En voor de borgmoeren van, als ik dat kan vinden. Nou, dan draai ik ze er even in. Wat wel even belangrijk is, ik vis ook altijd die rubberen doppen eruit. Die laat ik niet zitten, omdat mijn sleutel dan een stuk makkelijker erin gaat en eruit gaat. Ja, zou eigenlijk vanzelf moeten spreken, maar soms, heel soms, komt dat niet helemaal uit de verf, is mijn ervaring. Dus daarom meld ik het er nog maar even expliciet bij. Als je de dekker eraf haalt, vis de dop even eruit voordat je de boesjes eruit draait. In principe moet je de boesjes, als de klep op de deksel erop zit, er ook uit kunnen draaien. Dat moet in principe kunnen. Stel je voor dat je ergens staat of zo, wat voor reden dan ook. Maar goed, het gaat gewoon makkelijker. Kijk van tevoren even of je boesiedop niet te breed is. Nou, mijn boesiedop die past net. Het gaat net goed. Maar er zijn ook mensen die bij spreken andere sets hebben. En dat de bout, dat die gewoon net gewoon te dik is om door dat gat in te gaan en bij zo'n rubber zit. Met zo'n zonder het rubber krijg je ook iets meer gevoel. Dan kan je er misschien even naar kijken. Als je hem aangetrokken hebt met volgens boekje 8, maar ik doe meestal 10 newtonmeter. Vergeet er niet de ribbel hieronder schoon te maken. Want ook al maak je hem nog zo mooi schoon. Heel vaak, op het moment dat je hem dan weer plaatst, horizontaal plaatst, komt er toch weer wat olie uitgedruppeld links en rechts. En dat gaat om die rand zitten en zodra je dan gaat rijden, dan denk je, hé, wat ruik ik nou? Dus dat is wel even een ideetje om nog even een doekje langs de ribbel te halen waar de pakking zit. Dat je gewoon weet dat die koelrib daar hartstikke schoon is. En dat daar dat niet gaat liggen stinken of op andere manier denkt goh, dat die lekt. Nou, zo meteen de boeziekabel dop er weer op. Klepje erop. En dan kunnen we weer gaan rijden. Zo, motortje even naar voren gehaald. Anders blaas ik de spullen van de tafel af. Contact aan, neutraal. Nou, die loopt mooi glad. De motor is echt steenkoud. Ik bedoel, nou, steenkoud. Het is nu rond de 20 graden buiten. Dus in principe mag je wel verwachten dat die makkelijk start. Het is helemaal niet warm. Ik kan de boel nog vastpakken. Even kijken, laat hem even lopen. Kijk of ik niet zo meteen een vetlekje ziet. Want hier in het deksel is best wel een enorme stroom aan olie. Ik heb ooit eens een filmpje gezien van iemand die een plexiglas klepdeksel had. Dat is hartstikke duur. Maar dan kon je het zien, een behoorlijke hoeveelheid olie die als ware zo splatst. En het betekent dat best wel wat gevraagd wordt van die pakkingen. Ja. Even de andere kant kijken.
Ja. Die loopt heel mooi. Bedankt voor het kijken naar deze korte instructie kleppen stellen van een boxer BMW. En tot ziens.